Humans, welkom bij een nieuwe aflevering van Laag onze best. En vandaag doen we een nieuwe aflevering. Ik hoor dat stem. Een nieuwe aflevering van Rocket League. En niet zomaar een aflevering. De Rocket League bestaat 5 jaar. Dus er zijn nou fans. En waardoor een eentje is. Heatshock 2 versus 2. Dus die gaan we ook een paar potjes van knallen. Oké. Bam. Die had hun deden. Alles behalve iets, we krijgen soms tegen elkaar vast. Maar ja, 1-0. Als je dit dan vaak wilt, abonneer en reageer, like zeker deze video. Dan gaan we nog even deze potjes lekker knallen. Ik weet niet wat die kneus deed, maar... alles behalve het goede. Ik merk wel dat sinds ik weer terug of naar de DeLorean ben geswitcht weer, ik kijk toch wel weer wat betere gameplay heb. Ik zal ooit wel weer terug naar de Ghostbuster gaan, maar de DeLorean heeft ook een beetje qua stats, qua hoe ik speel. Dat geeft, hey. Ja, maar dat is deze gameplay, deze game niet zo moeilijk. En iets. Als je er meer van wilt zien volgen op Twitch, staat de shooters in de beschrijving. Dat doe ik elke vrijdag streamen. Om veel bij de Pokémon Shield. Zover ik het kan spelen. Ja. Af en toe. Ja. Of toch even frustraties qua de gameplay zelf, maar dat is anders. Als je het dus elke vrijdag is het, vrijdagavond, dus tune lekker in. Dus dat doe ik na het werken, dus dat is meestal rond 8:30, 9:00. Eigenlijk meestal door tot 10:00, 10:30. Dus tune er zeker in. Ja, wat moet ik hiervan zeggen? Even kijken. Ik links in de kruising mikken. Of hij staat wel precies verkeerd. Wee. Nou, heeft hij hem? Nice. Ik moet zeggen, ik blijf maar gewoon een beetje voor hangen. Dat is goed. Dat is te hoog. Dat komt toch niet? Maar nee, onderkant dat. Ook leuk. Ook leuk. Onderkantje lat. Onderkantje lat. Dat deed netjes, alleen waarschijnlijk veel te hoog. Ah, nee. Als ik naar links draai, draait hij volgens mij naar rechts, maar dat is dan. Ah, dat zullen we nu gaan zien. Gewoon een hele rare bal. Rijden naar rechts. Logica's. Zo. Die heb ik niet. Jezus. Ik wil de winst als toeslepen niet weggeven. Zeg maar, want die mij deed, weet ik ook niet. We gaan gewoon de tactiek uitoefenen. En gewoon tikken. Heeft hij zo'n gekke twist? Ik wil bijna die interview schatten valt af en toe, maar. Ja. Wat was dit, Rocket League? Ik stond stil. Ik ga omhoog. En hij lanceert van naar achteren. Like, ik stond stil en... ja, waarschijnlijk rolde ik nog een beetje. Echt bullshit, man. Hoe komt dat ook weer? Maar ik zag hem ook nog gewoon missen daar, hè. Ik moet de fucking...
Zo. Waarschijnlijk ga ik het niet redden. Fuck Rocket League. Zeg, ik raak nou echt geen ene bom meer. Tenminste airballs. Ja, we zijn echt gewoon de winst aan het weggeven. Kijk, wat de fuck doet ook met Tima. Tima heeft. Hij had wel een paar goede saves, dat kan ik niet zeggen. Gewoon zeggen, maar. Het is niet dat alles hier van net is. Gewoon. Gieten. Zo. Concentratie, want. Zo. Tegen de gaten erom. Ja, dat is een nadeel. Die gaat over. Nou, deze komt recht op het doel af, dus geen probleem. En hopelijk gaat hij zitten. Yes! Tegen die had zo'n gekke terug, dus. Ik ging hem vanuit de king zetten. De 6 door 1 doping! Dat is echt zo'n win or die. Oké, dat kan. Of hij heeft hem compleet gemist. Het is eigenlijk je achter, zou zo maar zeggen, hè? Zo. So. Die gaat recht op het doel af. Zo. Oh. Als je een limited boost hebt, nou die gaat over. Hoezo gaat die niet over? Ik zat aan het pak. Ik zat merendeels van de game nog aan het pak. Ja. We gaan gelijk door naar het volgende. Het tweede potje. Oh, ik ga dit wel winnen. Ik heb een jongen. UB. En nou zit hij. Is het ook gewoon een haartje? Hij is recht. Rechts in hoek. Maar ik kom rond met de bal. Wat gaan ze doen? Afwachten? Dat is een tactiek, jongens. Dit is je tactiek. Als er één iemand van ons die kant op gaat, dan schieten in de hoop dat het vrij is. Maar dan je dan je neus erg stoot dat er nog iemand staat. Dat is een goede tactiek, jongens. Of hij hoopt die ene. De bal raakt, ja, die gaat over. Waarschijnlijk is het dat meerder. Na het gehoord dat die andere me raakte. Alleen dat deed hij niet. Het is verdedigd. Hij is 3-0. Animatie van minder, maar. Kijk, daar heb ik, vind ik dat ik een van de betere heb. Dat is ook wel op het bepaalde, maar dat is iets anders. En nice. En ja, simpel doelpuntje. En we gaan gewoon weer even je tegen opgesteld staan. Ja, ik zeg die zit. Dan wil je blijven hangen.
En niet. Nice. Ah, dan moet ik erin gaan. Zo. Gaat hij check met zijn hoofd. Nice. Ging te snel. De teammate zat er 1 kilometer naast. Dat is gewoon echt 3 keer groef. Maar ja. Gewoon een licht tikje tegen, dan moet het ook goed gaan. Zo kan het ook. Gewoon de ene exploderen. Zo, wacht op het juiste moment, dan gaat hij nog echt gek van recht. Nou, hij explodeerde er eentje van, waardoor de andere gewoon geen zicht meer had. Dat hij er gewoon erin schoot. Dan moet ik gewoon teamwork. Zelf haat ik het als je iemand dat gaat doen, maar hey, dat is een ding. Ieder zijn ding. En we hebben gewonnen. Nice. En we gaan gelijk door naar het laatste potje. Hier, we hebben gewonnen naar het laatste potje. Jezus. Ik heb die wel. En ik heb hem niet. Ja, veel shit. Een klein wipje dus mis, dat is wel lastiger. Kijk, anders had ik hem wel. Ja, nog. Zo. Hoe? Weet ik niet. Ja. Is er nog een woorden voor? Nee. Hier zijn helaas geen, helaas, hier zijn gewoon geen woorden voor hoe die, wat, dit is een vent. Oké, dat icoontje klopt in ieder geval niet, maar dat is iets anders. Hij laat het wel zien, maar gelijk. Dat zal wel. In ieder geval, het zag heel raar uit. Maar hey, we staan 2-1 voor, dat is goed. En nou recht op een doel af. Alleen niet recht een doel. Die gaat net. Nee. Zo. Recht op een doel af. Ja, ik zit volledig naast. Even leek een teammate. Die vond ik toe. Yeah. Gewoon hier de hoek in. Komt hij uit de schut met de paal. Die gaat daarin. Oh nee, hij daalt de hoek. Die gaat naast. Nou, echt mijn volledige snelheid. Nee, nee, ja, die heb ik ook niet. Die had ik niet. Hoe had ik die moeten hebben? Geen idee. Maar ja. Zo shit. Nou wordt hij wel omhoog gelanceerd. Dat had ik nodig. Nou, ik zoek het wel. Achteraf. Oké, okay, even op. Ja, wat ga je doen? Nee, dat is heb ik redding. Of course. En die ging te hoog. Hij heeft hem. Nice. En nou zit ik volledig naast, maar
die gaat ons nu leden. En nou ging het te snel. En hij is het laatst. Yeah. Kun je dit beste zeggen? Mission failed. Wel leuk dat het gelijk opgaat, maar... Ja, ik zat er zelf een beetje mis, maar... Een beetje maar. Heel klein beetje. En dan gewoon weer dezelfde te kunnen houden. En deze niet zo goed. Nou, het is wel netjes, alleen... Hij zat er gewoon bij. Deze heeft hij niet. En zo komen we weer terug. Ik heb gewoon het doelpunt. Jezus. Jezus. Ik moet zeggen. Als ze hem hadden gescoord, dan zou het niet hopelijk mogelijk moeten zijn. Want gelijk toen de bal aankwam, ging de lucht al in. Dus like, hoe had ik hem anders moeten verdedigen? Wel, ze missen nog wel. Ik zie hem een piek in de hoek. Ja, ik had zeggen, ik zie hem. Maar zoals komt hij nou recht bij een doel uit. Oh. Ja, mooi. Ik zit hem wel raakt. Ja. Ik ging te laat omhoog. Veel te laat. Maar ik dacht die eerst nog wel verder naar even zijn afwijken. Ik weet het niet deed. Zo, nou komt die erin. Dat staat weer gelijk. Son of death again. Again. Die meet me hier gewoon weg. Met zichzelf, waardoor het doel helemaal open was. Tjong. Nou, als je dit vaak wilt zien... Oh nee, reageer en like zeker deze video. En, tenminste, niet zo potjes, maar dat is alles. Dan bye mensen.